Goedenavond. We wachten even tot de deur dicht gaat. Ah, kijk. Het is gelijk een stuk gezelliger hier. Welkom allemaal op dit woondebat. Twee partijen gaan vandaag met elkaar in debat over wonen. D66 en de PvdA. Spannend, spannend. Ik heb ze wel al vaker met elkaar horen debatteren. En het kan er heftig aan toe gaan. We zullen zien. Misschien dat het heel braafjes wordt vanavond. Maar dan, nou ja, dan moet ik het een beetje ophitsen, denk ik. Ja, ik ben Elisa Hermanides trouwens. Ik was ooit stadhuisverslaggever. Inmiddels ben ik journalist bij Trouw. En, maar eigenlijk het belangrijkste is dat ik Amsterdammer ben. En dat ik woon in Amsterdam. En dat ik een groter huis zoek. Wat best moeilijk is, kan ik vertellen. En best duur ook. Maar goed, dat is mijn probleem. Daar ga ik jullie niet mee vermoeien vanavond. Ja, het draait vanavond om de standpunten van twee partijen, dus D66 en de Partij van de Arbeid. Twee partijen die op dit moment de grootste partij zijn in de stad. Of dat volgend jaar nog zo is, dat moeten we afwachten. Dat is de vraag. Maar die vraag, daar gaat het niet om vanavond. Het gaat over wonen, een onderwerp waar eigenlijk elke Amsterdammer wel graag over klaagt. Ik bedoel, wie klaagt er niet graag over de woningen in de stad? Er is altijd iets mis mee. Want er zijn te weinig woningen. Dat komt iedereen vroeg of laat, heeft daar problemen mee. Ik bijvoorbeeld heb nog steeds voor 10 euro per jaar sta ik nog altijd ingeschreven bij Woningnet. En ik krijg dan af en toe zo'n mailtje. En dan kan je dus zien hoeveel kans je maakt om zo'n sociale huurwoning te betrekken. Nou verdien ik daar ondertussen te veel voor. Maar stel dat ik het zou willen, dan nog is mijn kans eigenlijk zeer klein tot nihil. Dat staat dan bij elke woning staat dat ook heel leuk. Zeg maar hoe klein je kans is. En als je een woning wil kopen, kwam ik laatst achter, dan betaal je zo ongeveer 1 ton tot 3 ton meer dan je in Tilburg betaalt voor dezelfde woning. Ja, dat is pijnlijk. Maar stel nou dat je nou eenmaal dat huis hebt in Amsterdam. Ja, dan krijg je die rolkoffers en die drugstoeristen van Airbnb naast de deur. Dus het is nooit goed. Daarover gaan vandaag Reinier van Danzig van D66 en Marjolein Moorman van de PvdA in debat. Ik wil ze even naar voren roepen. Reinier van Danzig van D66, fractievoorzitter op dit moment. En Marjolein Moorman van de Partij van de Arbeid. Ja, even nog een vraag over jullie woonsituatie. Marjolein, waar woon jij op dit moment en wat voor woning is dat? Ik woon in de Dapperbuurt. Ik kijk echt uit op de Dappermarkt. Heel handig in tijden van campagne, want het ligt gewoon voor mij voor de deur. En ik heb een koophuis. Ik ben een van de gelukkigen in Amsterdam die 10 jaar geleden een woning kon kopen. En daar inmiddels, als ik het zou verkopen, overigens doen ook heel veel van mijn buren dat op dit moment behoorlijk wat geld aan over zou houden. En kan je dan ook iets groters nog kopen of gaat dat dan weer niet lukken? Als ik in Amsterdam blijf wonen, dan schiet dat niet op. Want dan zijn die woningen natuurlijk inmiddels zo duur. Er was gisteren Cody Hoogsenbach, die ook in de zaal is vanavond, die stuurde gisteren een tweet dat in 2 jaar tijd is de gemiddelde koopwoningprijs in Amsterdam met 1 ton gestegen. In 2 jaar tijd. 1 ton gestegen naar ongeveer 4 ton. Iets onder de 4 ton. Dus het is echt extreem. Het is extreem. Ja. Nou, dan gaan we even door naar Reinier van Danzig. Waar woon jij en wat voor woning is dat? Ik woon op het Stadionplein. In een, moet zeggen, een heerlijke woning boven. Ik ben hem aan het kopen. En dat, is wel even slikken. Maar de... Want dat was een huurwoning? Of? Dat was een huurwoning, maar niet lang meer. Oké, nou, hopelijk. Ik hoop voor jou dat het gaat lukken. Ik ben ook wel benieuwd naar jullie woonsituatie. Wie woont er hier in een sociale huurwoning? Nou, Nou, in heel Amsterdam zijn 58% sociale huurwoningen. Dus 57. Dat, 57 ja. Inmiddels, begrijp ik. Ja. Die zijn hier dus niet oververtegenwoordigd. Dat valt me toch wel een beetje tegen. Ik had toch wat lagere inkomens hier verwacht in de Bali. Elitecentrum. Wie heeft er een koopwoning?
Kijk, kijk, dat zijn er al een stuk meer. Een stuk, ja, een heleboel eigenlijk. En middenhuur, wie heeft er een middenhuurwoning? Ja, dat zijn er te weinig. Nou ja, zeg, dat is meer dan sociale huur gewoon, dat kan toch niet? Er is helemaal geen probleem eigenlijk met die middeninkomen. En de balie is geen afspiegeling van Amsterdam, hè? Nee, inderdaad. Elite clubje, ik zei het al. En dan nog even de hot topic van het moment natuurlijk, Airbnb. Wie heeft er wel eens last van Airbnb'ers? Nou, dat valt ook hartstikke mee. Oh ja, nou. En wie verhuurt zijn huis wel eens via Airbnb? Oh! Ja, dit zijn hele dappere mensen. Ik zou echt uitkijken als je straks de zaal uitloopt, hoor. Wie heeft dat wel eens gedaan? Wie heeft dat wel eens gedaan bijvoorbeeld? Ah, kijk, kijk. Oh, dat is ineens een... Kijk, dat gaat altijd buiten. En wisten jullie dat jullie daarmee die stad daar aan het verpesten waren met jullie toerisme? Nee? Nee, toch niet? Oké. Nou, we gaan drie thema's. We hadden het al even over sociale huur, middenhuur en Airbnb. We beginnen met sociale huur. En wie beter dan Egbert de Vries van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties kan daar iets over vertellen. Dus Egbert, stap naar voren. Ga lekker aan het katheter staan. Onderwijs ons. En vertel ons iets over sociale huur, wat wij nog niet weten. Of wat we misschien wel weten, maar waar jij nog een speciale draai aan weet te geven. Ja, dankjewel. Ja, voor wie mij niet kent, ik ben dus Egbert de Vries en ik werk voor de Amsterdamse woningcorporaties. En dat zijn de grote huisbezitters in deze stad. Amsterdam is natuurlijk bekend, wereldwijd ook wel, om de grote hoeveelheid woningen van woningcorporaties. Dat is op zijn hoogtepunt ergens in de jaren 90 60% van de woningvoorraad geweest in bezit van woningcorporaties. Maar dat is inmiddels wel een stuk minder. Zo richting 43% van het aantal woningen in Amsterdam is in het bezit van woningcorporaties. Dat zijn overigens niet allemaal sociale huurwoningen. Er zitten ook vrije sector huurwoningen bij, waarvan dan weer een groot deel in het middensegment zit. Maar ik ga het gras voor de voeten van Robert Koos niet wegmaaien. Dus daar gaat hij straks meer over vertellen. Maar iets over die sociale huurwoningen. Want het is wel, en dat gaf ik net al een beetje aan met mijn... percentages over de voorraad in Amsterdam. Er is natuurlijk wel wat veranderd in de afgelopen 20 jaar in Amsterdam. Waar Amsterdam nog heel erg een helemaal door de woningcorporaties gedomineerde stad werd, is het veel meer een gemengde stad geworden. En er is ook iets anders veranderd. De particuliere huursector was van oudsher sterk in Amsterdam. En verhuurde ook vooral in het sociale segment. Dat was in de jaren 80 en de jaren 90 van de vorige eeuw de traditie. Er was ook rijksregelgeving die ervoor zorgde dat die woningen ook eigenlijk niet zo makkelijk buiten dat sociale segment verhuurd konden worden als iemand dat al zou willen. Maar dat is wel heel erg radicaal veranderd. En dat heeft ertoe geleid dat woningcorporaties op dit moment eigenlijk er alleen voor staan. Als het gaat om het bieden van woningen, betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen. Er zijn vrijwel geen particuliere verhuurders meer die nieuwe woningen op de markt brengen voor mensen met een betaal- en met een lager inkomen. Uitsluitend in het segment van bijvoorbeeld studenten zul je dat nog wel zien. Maar je kunt je natuurlijk afvragen of een woning van 18 of 20 vierkante meter voor 600 euro iets met betaalbaarheid te maken heeft. De sociale woningen zijn dus eigenlijk, als het gaat om het nieuwe aanbod wat op de markt komt, waar je het net over had, ik zoek een nieuwe woning of iemand zoekt een nieuwe woning, en je hebt een wat lager inkomen, ja, dan ben je dus aangewezen op woningcorporaties. Nou, dat is ook wel te merken, want waar een aantal jaren geleden nog meestal zo'n 12.000 of 13.000 woningen per jaar beschikbaar kwamen voor mensen met een lager inkomen, waardoor je dan kon kiezen welke woning. Had je natuurlijk die wachtlijst en dan moest je best lang wachten, maar dat was ook wel enige keus. Nu is dat aantal gedaald tot 6.000, inclusief de particuliere huursector dus. Ja, en dat is natuurlijk spectaculair minder en het is omgekeerd aan de vraag, want die is eigenlijk toegenomen. Amsterdam is toch een beetje een arrival city. En dat is nationaal, hè? Mensen die vanuit allerlei delen van het land naar Amsterdam komen om hier te gaan werken of te gaan studeren. Hier is natuurlijk ook het werk, de werkgelegenheid groeit hier spectaculair, ook onder mensen met een lager inkomen. Maar daarnaast is het ook een arrival city veel meer geworden dan het vroeger was op internationaal vlak. Buitenlandse studenten komen hier of mensen starten hier met hun werk, zijn hier soms een tijd. Dus het is een hele brede vorm van arrival city. Dat maakt ook altijd dat je... Dat heet dan in de
in woningmarkttermen de roltrapmodel. Je krijgt dat de instap toch altijd in Amsterdam is op jongere leeftijd met een wat lager inkomen. Nou, op een gegeven moment gaan mensen dan uitvliegen uit de stad en voor een deel blijft men in de stad. Maar je ziet ook nog altijd, ook heiden ten dagen weer, dat mensen die wat ouder worden en gezinsvorming doen ook echt wel de keus maken om ook buiten de stad te willen wonen. Maar Amsterdam zal dus altijd een stad blijven waar wat jongere mensen in willen, ook mensen met een wat lager inkomen. Dus die behoefte aan een betaalbare huurwoning als start van je wooncarrière, ja, die zal er altijd zijn. Dat zie je ook op het plaatje hier achter mij. Wat zijn de prognoses die de gemeente zelf heeft gemaakt in het kader van de ontwikkeling van de woonagenda die hier recent is opgeleverd. En wat wij nu onder ogen zien als woningcorporaties is dat we eigenlijk die mensen niet meer goed te willen kunnen zijn. He, waar een aantal jaren geleden nog je nog kon zeggen dat er een evenwichtssituatie was tussen het aantal betaalbare huurwoningen en het aantal mensen met een lager inkomen staat, en zeker ook als het gaat om de instromers, zal je nu onder ogen moeten zien dat dat lastiger wordt. En dat het dus moeilijker wordt voor mensen met een lager inkomen om de stad in te komen of in de stad door te stromen naar een woning die meer geschikt is voor hun situatie op dat moment als het bijvoorbeeld gaat om gezinsvorming. Dat moeten we onder ogen zien. Dat betekent dat corporaties ook inventiever moeten gaan denken. Enerzijds over het maken van nieuwe woningen. Ja, nieuwe woningen die je maakt kunnen ook weer toe leiden dat mensen weer een kans hebben om door te stromen. Anderzijds door de samenwerking met partners. Hè. Robert Koosik zal daar straks nog iets over vertellen. Maar we willen natuurlijk actief proberen om mensen die in een sociale huurwoning wat ouder geworden zijn, ook wat beter inkomen krijgende, door kunnen stromen naar misschien een middenhuurwoning of een vrije sectorhuurwoning of misschien wel een koopwoning, die doorstroming veel meer op gang brengen. Maar ook andere woonarrangementen, zoals bijvoorbeeld het woningdelen. Alleenstaanden die nog wat jonger zijn, die vinden het fantastisch als ze met z'n twee of drie een woning zouden kunnen delen. Als die wat groter is, kun je prima je eigen kamer en woonruimte hebben en daarnaast ook gezamenlijke voorzieningen. Dat maakt overigens wel nodig dat de gemeente daar redelijk soepel mee omgaat, vinden wij. En we hebben als orde dat de gemeente dat op dit moment niet doet. En dat is heel jammer, want dit zijn juist de mogelijkheden die er zijn voor mensen die, ja, wanhopig zoekend in Amsterdam aan een plek, in ieder geval die start kunnen maken op de woningmarkt. Als laatste zou ik erover willen zeggen dat, en dat is in toenemende mate natuurlijk een belangrijke taak geworden, woningcorporaties ook voor alle mensen openstaan. Er is geen toelatingscriterium. Behalve dan dat je niet te veel mag verdienen natuurlijk, want dan zou je ook net zo goed even, hè, dat wordt stranger toegepast, naar een middensegment of koop moeten kijken. Wij zijn er voor iedereen en dat is in toenemende mate belangrijk, want wij vinden ook met elkaar als samenleving dat de mensen niet snel meer in een inrichting moeten zitten, maar dat mensen ook zoveel mogelijk zelfstandig moeten kunnen wonen. Dat ook mensen die uit een dakloosheidssituatie komen of uit beschermd wonen met een psychiatrische achtergrond ook een eigen woning moeten kunnen krijgen. Ook mensen die bijvoorbeeld uit het buitenland komen omdat ze gevlucht zijn en statushouder geworden zijn in Nederland. Ook die mensen moeten aan een woning kunnen komen. En we zijn er trots op dat we dat voor Amsterdam kunnen doen. We zijn ook blij dat we met alle medewerking van de gemeente die we daarop krijgen. Maar dat betekent natuurlijk ook dat van die 6000 vrijkomende woningen per jaar zeker 30% naar dit soort urgent kwetsbare woningzoekenden gaat. En dat maakt de kans voor anderen natuurlijk toch nog weer kleiner. En het laatste wat wij als woningcorporaties willen en blijven doen is meewerken aan de vernieuwing van de stad. Wij voelen ons, we zijn ook natuurlijk net al, zoals ik net gezegd, groot huisbezitter. Wij zijn natuurlijk een, ja, relatief grote positie in de stad. En dat betekent het ook dat de voorraad die soms wat ouder is, niet meer past bij deze tijd. Of waar, zeg maar, op plekken waar je denkt, nou, hier kan best nog een woning bij als je het slimmer zou aanpakken. Die hele stedelijke vernieuwing, ja, die moet natuurlijk doorgepakt worden. En gelukkig vinden we daar ook het college aan onze zijde. Maar wij hebben daar ook wel stevig inzet in. Dus we zouden meer nog willen doen aan stedelijke vernieuwing. Enerzijds kan het door gewoon bij te bouwen naast bestaande woningen. Anderzijds zal het misschien toch het beste zijn om met sloop nieuwbouwen te doen. Alleen al om de aantallen woningen op en in de stad te intensiveren. En wij vinden dan, en dat is dan een ander, dat is dan misschien een nieuw geluid ten opzichte van het jaar is gezegd. Dat je bij de nieuwe ontwikkelingen en bij ook bij uitleggebieden, maar ook bij die inbreiding en bij die sloop nieuwbouw, uit zou moeten gaan van 40%. Corporatiebezit in de nieuwbouw. Waarom zeg ik dat? Nou, dat heeft met dit plaatje achter te maken en ook een beetje met de samenstelling van de woningen in de stad. Als we nu al kijken dat het aantal betaalbare sociale huurwoningen van corporaties in de stad onder de 40% zit. Je weet wat hoeveel lage inkomen er zijn, ook steeds weer de stad inkomen. Die 40% vinden wij een belangrijk richtsnoer voor ons. Dat betekent dat je dat ook in de nieuwbouw zou moeten doen.
En daarin hebben wij nogal een gesprek natuurlijk met alle partijen hier, maar ook met andere partijen in de gemeenteraad, of men bereid is om dat aandeel ook in te zetten voor de sociale woning. Wij kunnen het, we hebben het investeringsvermogen weer sinds de crisis en over het overleven van de verhuurdersheffing. Maar het is ook een kwestie van iets wat je samen moet oppakken. Dank. Dankjewel, Egbert. Applaus. Dan gaan we naar de stellingen. We beginnen met de stelling. Eens even kijken. Er is te veel sociale huur in Amsterdam. Ik geef jullie allebei een halve minuut om even je standpunt uiteen te zetten. En daarna kunnen jullie over en weer hakketakken en dan zal het. Ja. Jij moet wel hakketakken, want anders dan valt is iedereen slaap. Oké, okay, we gaan er wat van maken. Ranier, jij mag van mij beginnen. Ik zou zeggen, start. Nou ja, volgens mij beginnen we allereerst verkeerd om. Want we hadden hier volgens mij moeten beginnen. Er is te weinig middenhuur in de stad. Dat vindt niet alleen ik, maar dat vinden ook de meeste experts over de woningmarkt. Vandaag nog kwam er een rapport uit van de Nederlandse Bank. Toch niet tenminste dat steden echt meer moeten inzetten op woningen voor middengroepen. En D66 vindt dat omdat we vinden dat iedereen een eerlijke kans verdient om Amsterdammer te zijn. Om hier een woning te vinden. En op dit moment lukt dat niet. Je zag net in het staatje, er zijn 5-6 keer meer sociale woningen. Zo, dat is kort. En daar mag je boven de 35.000 euro niet in wonen. En dat sluit mensen uit. Ja, dat ging niet over sociale huur. Maar we gaan nu naar Marjolein Moorman. En die gaat het hopelijk wel over sociale huur hebben. Start. Zeker. En zeker niet kort, maar het moet in een half minuut. Maar ik wil graag toch eerst Reinier danken voordat hij mij voor dit debat heeft uitgedaagd. Ja, ja. Want ik denk dat wonen een van de allerbelangrijkste thema's is in Amsterdam op dit moment. Elisa leidt het net ook al in. Maar ook zeker richting de gemeenteraadsverkiezing in 2018. Dan heeft u het altijd over middenhuur. Vind ik ook superbelangrijk. Maar laten we het nu eerst even over sociale huur hebben, want dat is ook superbelangrijk. En om antwoord te geven op deze stelling, er is zeker niet te veel sociale huur in Amsterdam. Oké, stop. Oké. Reinier van Dantzicht, wil je niet even iets zeggen over sociale huur? Want daar ging deze stelling dus over. Deze stelling gaat over te veel sociale huur. En ik denk ook dat dat zo is. Want ik zei net, mensen, Amsterdammers die boven de 35.000 euro per jaar verdienen, dat is echt geen vetpot, die mogen niet zo'n sociale woning huren. En dat betekent dat als je die een eerlijke kans wil bieden, dat je in het totaal, als je het totaal hebt van de woningen van Amsterdam, je meer middenhuur moet hebben en dus ook minder sociale huur. En dat kan bijvoorbeeld door veel meer middenhuur te bouwen, maar ook door ervoor te kiezen mensen met een middeninkomen te laten huren in sociale woningen. En dat zou ik heel graag zien. Ja. En dat betekent minder sociale huur. Ja, wil je daarop reageren? Zeker, graag. Want ik vind het al zo jammer dat bij D66 het een soort of-of is, waar ik denk dat het een en-en kan zijn. We moeten veel meer bouwen. Dat is heel belangrijk. Er zijn ontzettend veel mensen die in Amsterdam willen wonen. Maar laten we het niet alleen over de stenen hebben, laten we het zeker ook over de mensen hebben. En we zagen net heel mooi in het staatje wat Egbert Vries liet zien, dat er een behoefte is aan sociale huur. Dat zijn ook gewoon woningen voor mensen met een modaal inkomen. En u weet misschien net zo goed als ik dat een modaal inkomen betekent het meest voorkomende inkomen. Dat is een inkomen van bijvoorbeeld een basisschoolleraar die hier al 8 jaar in Amsterdam lesgeeft. Nee, die wil ook graag een huis in Amsterdam. En we weten nu dat er ongeveer 57-62% van de Amsterdammers in aanmerking komt voor zo'n sociale huurwoning. En wat u dan zegt, als u zegt, nou mag ik maar even. Ja, hier wilde even reageren. Kijk, ik snap wel wat Marjolein doet en ik begrijp dat ook wel. Want in Amsterdam is een woning natuurlijk direct verhuurd. Iedereen is op zoek naar een woning en eigenlijk kunnen alleen de allerrijksten die makkelijk betalen. En dat betekent dat als je een sociale huurwoning bouwt, dat die direct gevuld is. Maar als we met elkaar praten, wat voor stad wil je nou? Dan wil je volgens mij een stad waar iedereen in elke wijk kans maakt op een woning. En dat betekent, als je naar de cijfers kijkt, gewoon naar de kans op een woning, dat we moeten inzetten voor die middengroepen. En dat is inderdaad iets waar je een keuze... Nee, wat ik u wil voorleggen, dat is iets waar je een keuze in moet maken. Je kan wel zeggen het is en-en, maar je kan een woning maar één keer bouwen en je kan hem zeker maar één keer verhuren. En dan kies ik voor een middeninkomen gewoon om die kans voor hen te vergroten. Je kan een woning maar één keer verhuren, mevrouw Moorman. We hebben het in het volgende blokje, hebben het over middenhuur, dus wees u gerust. Maar laten we het nu even over die sociale huur hebben. Het sociale huur is gewoon betaalbare huur. Je kan je zelfs afvragen, is het wel zo sociaal om een huur van 710 euro te moeten betalen.
En dan is het eigenlijk een simpele rekensom. Hè? Als ongeveer 60% van de Amsterdammers in aanmerking komt. En we hebben nu zelfs minder van die woningen. En we hebben net gezien in het staatje dat in 2025 ongeveer 49% van de Amsterdammers in aanmerking komt. En we nog maar 39% sociale huur hebben. En dan is het eigenlijk, hebben we dan? Dan is het eigenlijk heel erg simpel. Dan zegt u gewoon gezinnen de stad uit. Er gaan gewoon hele groepen mensen die kunnen hier in Amsterdam niet meer wonen. Dat is het gevolg van de keuzes die D66 dan maakt. Nou, maar kijk, ik vind dit wel geestig, want dat gezinnen de stad uit. Dat was nou toevallig wat er vandaag door Paradius werd aangekaart. Die zeiden, wat wij zien is dat gezinnen de stad verlaten. En dat komt voor een deel ook door u krampachtig vasthouden aan die sociale huur. Want wat er gebeurt is, als je een extra kamer nodig hebt, gewoon om je baby niet in de keuken te zetten, dan moet je de stad uit. Dan moet je naar Diemen en dan wordt het nu steeds duurder. Dan moet je straks naar Uithoorn, dan wordt het straks steeds duurder. Dan moet je straks naar Purmerend. En zo zien we dat die middengroepen, en dat vinden wij toch allemaal belangrijk in deze stad, gewoon de politieagent, gewoon de verpleger, dat die niet in Amsterdam kunnen wonen. En daar ben ik tegen. En dat betekent dat we minder sociale huur nodig hebben. Maar de sociale huur die we hebben, moeten verhuren aan middengroepen. Maar wat ik nou zo jammer vind, is dat het altijd van één moet worden afgepakt om het aan de ander te geven. Ja, maar laten we dat nou, en we gaan het zo meteen over die middenhuur hebben. Daar heb ik bij Partij van de Arbeid zijn ook ontzettend voor middenhuur en dat weet u ook. En daar hebben we ook allerlei ideeën over en daar wil ik heel graag zo met u over spreken. Maar laten we nou niet het van de ene groep afpakken en het aan de andere groep geven, want dat is exact wat u doet. En ik vind ook dat u daarmee eigenlijk de sociale huur stigmatiseert. Nee, want u heeft het dan, jawel, want u heeft het dan hier over allerlei groepen die dan niet meer in aanmerking zouden komen. Maar juist de verpleegkundige, juist de politieagent, juist de leraar, dat zijn de mensen die hier ontzettend aangewezen zijn op sociale huur. En die wil ik ook graag in de stad hier houden. Maar Jolijn, dat is echt niet waar, want het klopt dat je op een salaris van één politieagent maak je aanspraak op een sociale huur. Maar het is heel gek, politieagenten worden verliefd. Die gaan vaak samenwonen. En dan mag het niet meer. Die leraar waar u het over heeft, die is ook op een basisschoolleraar, is na 4 jaar al niet meer qua inkomen mogelijk om in een sociale woning te wonen. Dus ik denk dat u het echt verkeerd ziet. En ik ga u een vraag stellen. Wat ik aan u vraag, u zegt het is en-en. Maar hoe wilt u dat dan precies doen? Als we nu een keuze hebben, als we nu een woning mogen bouwen, wat is dan uw keuze? Het is in mijn optiek is het en-en. En als we zien wat er daar gebeurt, dan hebben we in 2025 50.000 sociale huurwoningen tekort. 50.000 gezinnen die hier in Amsterdam wonen, of mensen, starters. U en mijn kinderen, die kunnen over een paar jaar kunnen hier gewoon geen woning vinden. En ik zie ook, en dat vind ik ook terecht, dat Amsterdammers zich daar zorgen over maken. Ik was een paar weken geleden was ik bij een school in Nieuw-West, een VMBO K-klas. Ik vroeg aan die kinderen, waar maak je je druk over? Ik had het niet verwacht. Die kinderen waren 14. Ze maakten zich druk over het feit dat ze geen woning konden vinden. Natuurlijk, ja, maar daar maken we ons toch allemaal zorgen om? Ja, maar als u dan vervolgens zoveel sociale huurwoningen wil verkopen, dan maken die kinderen nooit meer kans. We hebben net gehoord hoe lang de wachtlijsten zijn. Ik wil ze niet verkopen, Marjolein. Want ik zeg, laten we ze ook verhuren aan middengroepen. En u zegt, dat moeten we niet doen. We moeten zoveel mogelijk sociale huur hebben als de mensen die er volgens u hier aanspraak op kunnen maken. En wat we dan krijgen is, binnen drang naar 60% sociaal, 70% sociaal, terwijl alle experts, iedereen die verstand heeft van een diverse stad, de stad die wij zo leuk vinden, waar je elkaar tegenkomt, exact, alle inkomensgroepen door de hele stad heen, nu zeggen, er moet meer middenhuur komen. En dat kan alleen maar, want dan ga ik toch even zeggen waarom dat betekent dat er minder sociale huur moet zijn. Dat kan alleen maar als we in de wijken hieromheen vrijkomende woningen van corporaties gaan verhuren aan die middengroepen. En dan kunt u wel zeggen, ik vind dat te duur. Maar u weet zelf dat we jaren problemen hebben met scheef wonen. 2015 nog 18% van de mensen in een corporatiewoning wonen scheef. Verdienen eigenlijk gewoon te veel voor die sociale woning. Dus als die mensen nou ergens anders gaan wonen en we geven hun een plekje in een middeldure huurwoning, dan komen de woningen vrij voor die mensen op het VMBO. Dan komen er ook woningen vrij voor de gezinnen. En dan hebben we allebei. En dan is het en-en, maar dan moeten we wel kiezen. U heeft het over de wijken hieromheen. En we weten allemaal, we staan hier nu in het centrum. En de wijk hieromheen heeft nog maar 23% sociale huur. Ja, 23%, dat weet u wel, want die staten hebben van uw eigen wethouder gekregen. Ja, maar dat is niet 23%. En als u dan vervolgens zegt liberaliseren en de corporaties zouden, sommige corporaties zouden niks liever willen, want dat levert inderdaad heel veel geld op. Dat betekent dat het mooie ideaal van die gemengde stad, en inderdaad Amsterdam, waar we allemaal zo ontzettend van houden, die niet is zoals Londen, die niet is als een Parijs, die niet is als een New York, maar juist een stad waar iedereen nog door elkaar heen woont, dat heel ver uit zicht verdwijnt. En weet je wat er gebeurt? Kijk maar, Marjolein, weet je wat er dan gebeurt?
Als je het eenmaal weggeeft, dan krijg je het nooit meer terug. Als je eenmaal die corporatiewoningen verkoopt, dan krijg je ze nooit meer terug. En dat betekent inderdaad dat Amsterdam in de toekomst, en Amsterdam zal nog lang nadat wij uit de gemeenteraad zijn gestapt, zal nog lang blijven, bestaan, zeker, dat hoop zal ik. Amsterdam voor altijd blijven veranderen. Maar Marjolein, kijk, wat ik zeg is, jij kijkt daar met een ouderwetse bril naar. Daarom begon ik net ook. Het is ik heb eigenlijk het juist over helemaal, de toekomst van Amsterdam. Nee, helemaal de verkeerde discussie. Want jij zegt je zegt sowieso de verkeerde cijfers. Dat is denk ik al niet handig. Want er zijn nog heel veel particuliere huurwoningen. Zullen we het daarover hebben? Laten we het daar inderdaad over hebben. Er zijn nog heel veel particuliere huurwoningen waar middeninkomens niet in kunnen wonen. Maar tegelijkertijd is een stad van de toekomst, zegt u, ik wil een gemengde stad. En dat meet u af aan hoeveel procent sociale huur er is. Maar dat is toch wel enorm kortzichtig. Want het gaat er volgens mij om wat de kans is dat iedereen met welk inkomen of met welke achtergrond hier een woning kan vinden. Dat is de gemengde stad die we willen. En volgens mij betekent dat breder kijken. En dan moet je af en toe ook durven zeggen, dat betekent ook minder sociale huur. Particuliere huurwoningen, ik ben blij dat u het aanhaalt, die verdwijnen nu als warme broodjes over de toonbank. Omdat het mogelijk is om die nu heel snel te liberaliseren, voor topprijzen te verhuren, verdwijnen die allemaal. En dat betekent dat we juist heel erg zuinig moeten zijn op onze corporatiewoningen, want dat is het enige waar we de huur inderdaad nog van kunnen reguleren. Dus u bent nu iets aan het voorspiegelen wat er gewoon werkelijk niet is. Het grappige is juist dat die particuliere huurwoningen juist in het middensegment terechtkomen. En we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben hoe we ze ook in het middensegment kunnen houden. Maar daarin wordt het dus al bediend. Laten we die corporatiewoningen die zo ontzettend belangrijk zijn voor het sociale karakter van Amsterdam, het Amsterdam wat inderdaad nog zo gemengd is, wat het DNA vormt van Amsterdam, laten we dat in godsnaam bestaan. Nog even een laatste reactie van... Laat ik afsluiten met een vraag aan Marjolein. Hoeveel procent sociale huur vind je dan redelijk? En hoeveel procent middenhuur zouden we met elkaar willen realiseren? En dan zou ik ook als het liefste nog hebben, als u dat dan niet of wil, hoe regelt u dat dan en? Nou, dit vind ik nou echt een ouderwetse vraag. Want dit is inderdaad alleen maar denken in percentages. En ik wil denken in mensen. En als er zoveel mensen zijn, ja, er zijn gewoon in Amsterdam. Ja, maar mensen wonen wel uiteindelijk in die huizen. Ja, maar het gaat dus om behoeften, het gaat om vraag. En als er zoveel vragen zijn in Amsterdam naar die betaalbare huurwoningen en... Mind you, dat zijn woningen tot 710 euro. Als jij een maandelijks inkomen hebt van 1800 euro, dan is een sociale huur van 710 euro is onwijs veel. Er zijn ook mensen met een maandelijks inkomen van 2300 euro die samenwonen en die hebben hier geen plekje. Dus het gaat inderdaad om de mensen, maar dat betekent ook dat je goed moet kijken naar de mensen. Ik wil jullie nog even een vraag stellen, want ik was mij aan het voorbereiden voor dit debat en toen kwam ik een paar beroepsgroepen heel veel tegen in de krant, namelijk de politieagent, de leraar en de verpleegkundige. Maar ik wil die wel worden de stad uitgejaagd. Dat hoor ik continu. Nou, ze konden de stad ik hoor nu van Marjolein Moorman dat dit mensen zijn die binnen de sociale huursector vallen. Ik begrijp van andere mensen dat weer de middeninkomens zijn. Hoe zit het nou? En hebben die mensen nou wel of niet een plek in deze stad? Nou, ik kan meteen een voorbeeld geven. Ik sprak een paar weken geleden met Thijs Rovers. Thijs Rovers is basisschoolleraar in Amsterdam-West. En ik vroeg hem, wat is nou jouw inkomen? Hij werkt al 10 jaar in het basisonderwijs. En hij vertelde mij dat hij een inkomen heeft van 34.000 euro per jaar. Ja, dat is een modaal inkomen. Dat valt nog onder de liberalisatiegrens. En dat vind ik dan ook nog wel interessant. Ja, maar het is wel heel ouderwets dat er maar één verdiener is bij de Partij van de Arbeid. Want meestal zijn er twee mensen die een inkomen meebrengen. Wat is in uw ogen nou een middeninkomen? Een middeninkomen, dat is, ik gebruik graag gewoon de definitie van het CPB. Dat begint bij 30.000 euro. Die kunnen inderdaad prima in de sociale huur. Tot 44.000 kunnen ze in de sociale huur. Nee, dat is niet waar. Want die woonagenda die u net zo stond te prijzen, stelt voor de inkomenseis terug te brengen naar 35.000 euro. Bent u tegen, ben ik ook tegen. Nou, dan gaan we dat in ieder geval bij meerderheid. Dus dan gaat dat er in ieder geval uit. Ja. Maar dat betekent dat heel veel mensen, hè, gewoon die twee verdieners, en dat zijn er verdomd veel hoor, dan ben je echt niet rijk. Ja, maar wat was nou de bovenkant? Want die noemde net de onderkant, maar wat was nou de bovenkant? Nou, u zegt het gaat om de mensen, laat mij dan ook even zeggen wat voor mensen het zijn. Die mensen die 40.000 euro verdienen met z'n tweeën zijn echt niet verdomd rijk, maar ik denk dat iedereen tot 55.000 euro, en dat is ook wat er in die woonagenda staat, dat hebben ze wel goed gezien. 52.000. Het bestuur, nou ja, goed.
Die moeten een plek vinden in middenhuur. En dan ben je niet rijk, hè? Dan moet je ook nog een stuk meer huur betalen. Dan betaal je precies hetzelfde als in een sociale woning. Maar heb je wel een woning en een mooie woning en een duurzame woning. Dat vind ik belangrijk. Goed. Het gaat eigenlijk ondertussen over middenhuur. Dus ja. Ik wil misschien meneer Kosiek uitnodigen om daar een verhaal over te houden. En dan kunnen we dan nog meer debatteren over middenhuur. Applaus. Ja. Er was een meneer daar nog met een vraag. Die wil ik daar graag de gelegenheid toe geven. Dus ik loop even naar hem toe. Als meneer Kosiek even kan wachten. Ja hoor. Ah, gelukkig. Meneer, wie bent u en wat is uw vraag? Ik ben Ed Huig. Mijn vraag is, u heeft het steeds over mensen die samenwonen. Maar er wonen in Amsterdam, in de stad, ook heel veel mensen die alleen wonen. Gewoon alleenstaand zijn. Dus voor die mensen, die verdienen dus op een eentje echt niet zoveel dat ze middenhuur of veel meer kunnen betalen. Dus hoe denkt u daarover? Want dat hoor ik u helemaal niet zeggen. U hoeft alleen maar over samenwonenden. Er zijn steeds meer alleenstaanden in Amsterdam. Dat is inderdaad een feit. Dus Reinier, nog even een korte reactie daarop. Er zijn zeker steeds meer alleenstaanden. Maar voor die hele grote groep is ook 50% van de huizen beschikbaar. En dat is verdomd veel. Dus ik denk dat als je naar het probleem kijkt, dan kijk ik graag naar wie maakt er nu de minste kans. Dat vind ik eerlijk. En op dit moment zijn dat voornamelijk gezinnen met een middeninkomen die de stad uitgaan. En daar maak ik me sterk voor. Helder. Meneer Kosiek, u bent aan het woord. Gaat uw gang. Dankjewel. Nou, fijn dat het al zoveel over middenhuur is gegaan. Reinier, dankjewel. Gelukkig heb je nog niet de hele presentatie voor me weggehaald. Ik heb, mag ik hier één tikje door? Daar staat mijn naam. Oh, hier staat het. Nou, er stond bij de vorige sheet stonden twee namen. Het bedrijf Wonam, wat ik zelf in 2011 heb opgericht. Met als doel alleen maar het bouwen van middenhuurwoningen. In 2011 dacht ik van nou, dat is de groep waarvoor ik moet bouwen, is de grootste groep. Nou, momenteel doen heel veel mensen dat. Aan de ene kant is dat fijn, want dan heb ik het goed gezien. Aan de andere kant is dat jammer, want ik kan moeilijker aan plekken komen. Maar dat is mijn probleem, zal ik u niet mee vermoeien vanavond. Aan de andere kant ziet u, PAM staat voor Platform Amsterdam Middenhuur. Is Wonam een van de initiatiefnemers van. En de doelstelling is eigenlijk om samen met corporaties en woningbeleggers middenhuurwoningen in de stad te realiseren voor de middeninkomers, maar juist ook om de doorstroming in de stad op gang te brengen. Vanavond is mij niet zozeer gevraagd om het verhaal van Platform Amsterdam Middenhuur aan te prijzen. Het is wel heel leuk dat het actieplan van meneer Evans bijna een kopie is van het platform. Dus wat dat betreft is dat voldoende aangeprezen. Ik wilde kort stilstaan bij wat de issues zijn in de markt, zodat jullie tweeën daarover kunnen debatteren. Ik heb het de titel gegeven Onbekend, maar bemind. Waarom bemind? Het wordt door heel veel mensen die een woning zoeken in Amsterdam bemind. En daarnaast zie je dat er veel beleggers, en met name Nederlandse beleggers, maar ook buitenlandse beleggers, maar er is gewoon Nederlands pensioenfonds geld. Ik werk zelf met privaat geld, maar er zijn 4 partijen die ook lid zijn van het platform. Dat zijn allemaal pensioenfondspartijen. Die hebben eigenlijk gewoon maatschappelijk vermogen, want het is allemaal van u en ik, dat maatschappelijk vermogen. En die willen dat inzetten voor de middenhuur. Nou, ik denk fantastisch als dat zou lukken in de stad samen met de gemeente Amsterdam. Mag ik de volgende sheet? Nou, dit is een plaatje, stond een aantal weken geleden in de krant. Dat vond ik zelf een hele aardige. Je ziet een groot flatgebouw met de huizen minima. En je ziet een huis van 3 keer modaal. Eigenlijk 2 markten die groot zijn in de Nederlandse, in Nederland. En 1 markt, de middenhuur, zie je een hele kleine doos. Nou, daar kun je van afleiden dat dat geen kwaliteit is of hele kleine woningen zijn. Nou, gelukkig bouwen wij nog wel mooie woningen. Wat ik er eigenlijk mee aan wil geven is dat over zowel de koopwoningmarkt als de sociale huurwoningmarkt is ontzettend veel beschikbaar aan kennis en gegevens. Maar over de middenhuur, we roepen er heel veel over, maar wat weten we er nou eigenlijk van? We dataminen rapporten van de RIGO en van de Woon en dat soort dingen. En wij proberen met het platform juist, wat gebeurt er nou echt in die markt? Want daar haal je informatie uit en die willen we graag teruggeven om goede keuzes te maken straks. Voor wat voor woningen moet je nou waar bouwen in de stad Amsterdam? Volgende sheet alsjeblieft. Nou, dan hebben we in Nederland het Funda-systeem. Nou, tik je in Nederland Funda in tussen de 700 en de 1000 euro. Dan denk je, nou, het zijn toch best veel woningen beschikbaar in Amsterdam. Maar dan ga je ze aanklikken en dan staat er overal niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Dat zijn dus partijen die hebben die woning in de verhuur en die staan er wel op, maar ze zijn niet beschikbaar. Nou, in de koopwoningenmarkt druk je nooit op een woning en staat er niet beschikbaar. Dus dat Funda is eigenlijk helemaal niet geschikt voor dit. Er is iets anders nodig, dat willen we graag met het platform aantonen. Ik heb echt gezocht, er waren er echt 2 beschikbaar op Funda. Nou, daar was ik toch anderhalf uur druk mee, dus ik heb het echt allemaal afgescrolld. Dus een leuk plaatje, hiermee kun je zeggen er is genoeg, maar dat is er dus duidelijk niet. Volgende plaatje alsjeblieft.
Nou, dan heb ik een ladder gemaakt van de sociale huur, de middenhuur en de vrije sectorhuur, zeg maar de dure huur. Dan zie je dat loopt op van €400 tot €1300 en hoger. Nou, en daar heb ik... Het is niet zo heel erg goed te zien, maar je ziet een aantal wat meer lichtgrijzere vlakjes. En wat wil ik eigenlijk aangeven, is dat je ziet dat in de lage betaalbaarheidsklasse, middeldure huur, zeg maar zo'n tot een €850, daar is wel aanbod in, maar dat worden steeds meer woningen van 30 tot 40 vierkante meter. Nou zijn er in Amsterdam veel singles, maar ik ben het met Reinier eens, er zijn ook veel stellen. En wat zie je in die 30 tot 40 vierkante meter woningen? Mensen gaan daar wonen, er ontstaat iets en mensen gaan daar weer weg. Dat zijn ontzettende doorloopdingen. Wij als Woonam zelf willen ze niet in bezit hebben. Ik zie ook aan pensioenfondsen dat ze niet in bezit willen hebben. Wij willen ons juist inzetten voor die woningen voor 2- en 3-kamer appartementen en wellicht 4-kamer appartementen. Want dat zie je nu in de vrije sector gebeuren. Alle nieuwe vrije sector huurwoningen die eigenlijk een beetje substance hebben, dus zeg maar 60 tot 90 vierkante meter, gaan allemaal boven de €1100 weg. En die kunnen dus wel niet worden betaald door middenhuurwoningen. Daar heb je in mijn optiek een aangepast beleid voor nodig vanuit je grondbeleid. Niet zozeer dat je kortingen moet geven op de grondprijs, maar je moet juist een marktconforme prijs vragen voor een aangepaste set regels die gelden voor de grond die je beschikbaar stelt om te bouwen. Dus dit plaatje wil ik mee aangeven. Eigenlijk wat je ziet is, dus in de middeldure huur komt steeds meer beschikbaar, maar dat is allemaal heel klein. En wil je juist die grotere woningen hebben, dan zitten ze boven die grens, zitten ze dus in de dure huur. Nou, dan laatste over de vraagkant. Daar heb je het verhaal natuurlijk van de politieagent en dat soort dingen, maar eigenlijk is die groep heel divers. Hè. Wij verhuren ook aan een ICT-consultant, aan mensen die andere banen hebben. Maar je ziet in Nederland, in Amsterdam, zie je dat 107 huishoudens voldoen aan de grens, of aan het tussen 1 en 2 keer modaal. Hè. Dat is de grens die wij hanteren binnen het platform. De gemeente Amsterdam heeft aangegeven 1 tot 1,5 keer modaal. Nou, daar kom je wel uit met elkaar. Het zijn al 107.000 huishoudens. Het zijn singles, het zijn stellen en gezinnen. Dus wij zeggen, maak nou juist woningen die wat groter zijn, want daar kan een single in wonen en daar kan een stel in wonen. Maar dan hoeft het niet steeds dat mensen daar weer moeten gaan verhuizen. In onze optiek niet zo gewenst, ook niet voor plezierige buurten, want dat worden gewoon doorloophuizen. Nou, flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft gewoon gemaakt dat meer mensen een huurwoning willen. Maar je ziet ook bij de ene laatste bullet dat het huren het suffige imago voorbij is. Het is gewoon een normale manier van wonen geworden. Het is niet alleen, oh, de sociale huursector huur ik en anders ga ik kopen. Nee, het is gewoon een volwaardige manier van wonen. En daar moet aan gewerkt worden. En als laatste, dat is die doorstroming vanuit de sociale huur. Daar staan we heel duidelijk voor. En daar stonden in dat actieplan allemaal getallen van het kost zoveel miljoenen als we dit doen. Maar het kost ook heel veel miljoenen als je dit niet doet. Want er blijven dus mensen in een sociale huurwoning wonen die eigenlijk willen doorstromen. En dan moet je dus weer subsidie geven om meer sociale huur te bouwen. Nou, dus kortom, er is gewoon heel veel vraag naar de middenhuur. Ik heb hopelijk je dit aangetoond. Wij willen maar één ding, stel grond beschikbaar om die woningen te maken. Wij zijn bereid om ze 25 jaar lang in de middenhuur te houden en daar goede afspraken over te maken. Dankjewel, de ICT-consultant. Ik ben heel blij dat je daarmee... Heb je een nieuwe, hè? Ja, precies. Ik hoop dat hij nog terugkomt, de ICT-consultant. Ja, Marjolein, een half minuut krijg je om over de eerste stelling wat te zeggen. Alleen bijbouwen is voor middenhuur niet voldoende. Je tijd gaat nu in. Ja, gelukkig hebben we het nu wel over middenhuur. Ik vind middenhuur ontzettend belangrijk, want middeninkomens zijn eigenlijk het cement van de stad. Het gaat inderdaad, als je kijkt tussen 1 en 1,5 modaal, gaat het ongeveer om 15% van de Amsterdamse bevolking. En het is waar dat daar inderdaad in het huursegment weinig woningen zijn. Ontzettend belangrijk. Heel veel bouwen is daarvoor een oplossing, maar een andere oplossing moet namelijk ook gevonden worden. En dat is, hou het ook middenhuur. Dus je moet bouwen en je moet het ook middenhuur houden. Want je ziet het nu heel vaak meteen naar het dure segment doorschieten. En daar moeten we dus wat voor doen om te zorgen dat dat niet gebeurt. Dankjewel. En dan hier van Danzig. Natuurlijk moeten we bouwen. En dat doen we eindelijk ook. We gaan 1500 van deze woningen bouwen per jaar. Daarvan reguleren we ook de huur. Dat doen we via het uitgifte op de grondprijs. Ik denk dat dat heel goed is. Maar we zagen net ook dat zaadje. En dat zag je zo binnen de ring in Amsterdam. En daar is geen middenhuurwoning te vinden. Nou, als wij nou allebei het ideaal hebben dat je overal in Amsterdam een kans maakt om te wonen. De echte gemengde stad. Dat betekent dat je ook corporatiewoningen moet verhuren aan middeninkomens. En dat kan ook prima als een woning vrijkomt. Want niemand hoeft zijn sociale woning uit. Kan je die prima verhuren aan een middeninkomen. En als uw beeld dan waar wordt later, dan verhuren we het gewoon weer sociaal. Dankjewel.
Marlijn, wil je daarop reageren? Zeker, dat is wel grappig. Hè? Nu hebben we het eigenlijk over middenhuur en heeft u het weer over corporatiewoningen. Maar goed, ik wil het daar dus juist liever niet over hebben, want ik denk dat het ook helemaal niet nodig is. Er zijn namelijk twee delen. We kunnen bouwen en dan kunnen we inderdaad van alles zorgen dat het ook middenhuur blijft. Maar we hebben ook gewoon de bestaande bouw. We hebben ook gewoon de bestaande woningen en ook die kan je reguleren. Je kan bijvoorbeeld zorgen dat het puntenstelsel wordt opgehoogd, waardoor het gewoon in middenhuur blijft. En wat we bouwen, dat zouden we eigenlijk ook permanent voor altijd middenhuur moeten houden. Wij hebben morgen een voorstel, we staan morgen tegenover elkaar in de gemeenteraad. En dan hebben we het over het Amstelkwartier. En dan zouden wij heel erg graag zien dat daar de tenders die worden uitgegeven gewoon voor altijd middenhuur blijven. Waarom? Ook over 25 jaar, als u zegt dat houdt op, hebben we nog steeds middenhuur in Amsterdam nodig. Dat zal nooit ophouden. We willen altijd middeninkomens in de stad houden. Dus laten we ervoor zorgen dat alles wat we middenhuur bouwen, dat we dat ook voor eeuwig en altijd middenhuur houden. Want dan doen we inderdaad echt iets voor de middeninkomens. Dus ik hoop ook op uw steun morgen. Gaat dat lukken? Het klinkt als een heel nobel streven, maar ik moet wel zo eerlijk zijn dat verder kijken dan 25 jaar bijzonder ingewikkeld is. Maar de stad bestaat al bijna 750 jaar. Zeker, en toen is er een hoop veranderd in die periode, denk ik. Ik ben het met u eens, middenhuur moet zo lang mogelijk middenhuur blijven, maar we moeten ook wel realisten zijn. Maar doet u met mij mee? Nou, ik ga u eerst uitleggen waarom we realisten moeten zijn en dan kijken of we elkaar kunnen vinden. Wij willen al heel lang dat de Rijksoverheid iets doet voor Amsterdam, omdat we hier enorme huurprijzen hebben. En u weet, uw partij heeft daar in de regering gezeten, hoe ongelooflijk ingewikkeld het is. Laten we nou beginnen met zorgen dat de huur tot 1000 euro... Maar wat is ingewikkeld aan dit plan? Ik ga het u vertellen, mevrouw. Dat de huur voor 1000 euro gereguleerd is. Dan hoeven we dit niet te doen. Dat kan makkelijk, want de Rijksoverheid kan gewoon van Amsterdam zeggen, u bent uniek. Dat zijn we sowieso, maar u bent ook als woningmarkt uniek. Ik denk dat dat het begin is. Ik hoop dat we daar bij de formatie uitkomen. Het volgende wat we moeten doen, is echt zorgen dat pensioenfondsen, en dat gaat gelukkig gebeuren, gaan bouwen en die woningen voor eeuwig houden. Ik denk dat je van pensioenfondsen wel altijd moet zeggen, u mag ze ooit verkopen, maar pensioenfondsen zeggen, dat willen we pas na 25 jaar, na 30 jaar. Dat vind ik een lang genoeg horizon. Ik ben benieuwd naar uw voorstel, maar ik denk dat er een 30, 35 jaar, dat zat is. Ik ben heel blij met wat Reinier zegt over het reguleren en het optrekken van het puntenstelsel. Want ik heb eerder uw partijleider Pechtold horen zeggen, het is helemaal niet zo erg dat het allemaal stijgt. Dan gaan mensen maar naar overloopgebieden. En ik vind het dus heel erg goed dat D60 Amsterdam, inderdaad, er is een hele unieke lokale situatie. We hebben echt de grote schaarste, zegt, wij willen daar wel wat aan doen. En ik zou ook voorstellen dat uw partij zit aan de onderhandelingstafel, mijn partij zit daar even niet bij, dat wij ook met elkaar dat pleidooi doen naar Den Haag, onze twee partijen, misschien nog wel andere partijen, om te zeggen, rek dat nou inderdaad op. Naar 1000 euro of nog hoger? Nou, ik vind 1000 eigenlijk te veel. Hè. Ik zou zeggen, laten we dan in ieder geval 970, want dat is nu, en wat mij betreft zou het nog wel lager mogen zijn, omdat ik 970 voor een middeninkomen eigenlijk ook al ontzettend veel vind. Kijk, wonen kost wel geld. Hè. En dat is waar wij nog wel eens discussie over hebben. Die woning moet wel gebouwd worden, die woning moet wel onderhouden worden, en je wil ook niet de nieuwe scheefwoners van de toekomst creëren. Maar dat is uiteindelijk een middeninkomen. En middeninkomen, hè, van de dubbelmodaal waar we het voor willen doen, die kan prima die 970 euro bedragen. Maar nu is het dubbelmodaal geworden. In Amsterdam hebben we de definitie anderhalf keer modaal en dat is dan de max. Dus meestal verdient een middeninkomen zo 2500 euro per maand. En dan is 970 euro gewoon ontzettend veel geld. Maar wonen in de stad is niet gratis, Marjolein. Nee, maar dat zeg ik ook niet. Maar ik ben blij dat u zegt, laten we zorgen dat Den Haag het gaat reguleren. Maar dat andere voorstel wat wij doen, morgen in de gemeenteraad, daar zou ik het ook graag uitgebreid met u over willen hebben. Want wij zaten laatst samen in een debat bij investeerders. En toen zeiden de corporaties, eigen haard zat daar, het maakt helemaal niet uit op het moment dat je gewoon zegt, iets moet permanent gewoon middenhuur blijven. Wij zouden dat heel graag willen doen. Dus als er geen enkele investeerder is, dan willen de corporaties dat heel graag doen. Dat kan namelijk gewoon met de markt. Ik zou daarvoor zijn, ja. Dus nou, dan ben ik ontzettend blij. Nou ja, want dan stemt u morgen in, dus niet die 25 jaar. Maar gewoon permanent, voor altijd, maar laten we iets gewoon middenhuur. Laat ik u een andere vraag stellen. Want ik wil met u nadenken over de nieuwe situatie. Als u met mij wil meedenken over de huidige situatie in de stad. Want wat ik niet wil, is dat al die middeninkomens alleen maar aan de randen van de stad wonen. Terwijl we niks veranderen in het centrumgedeelte. Wat is dan uw oplossing voor wijken in bijvoorbeeld De Pijp, supergoed, De Baarsjes, Oost, waar al die middeninkomens niet supergoed inkomen? Supergoed dat u daarover begint, want we hadden het net
over de particuliere huur. He, dus ontzettend veel particuliere sociale huur. Die kan nu ontzettend opgehoogd worden, omdat inderdaad het puntenstelsel is aangepast. En als het nou dus gebeurt dat het ons lukt. He, dus dat wij samen een hele goede lobby richting Den Haag nu gaan opzetten. Waarin we dus zorgen dat puntenstelsel wordt aangepast. Dan zorgen we ervoor dat een heel groot deel van die particuliere voorraad gewoon voor middenhuur beschikbaar is en voor middenhuur beschikbaar maar blijft. Dus dan hebben we. En het mooie is, dan hoeven we dus niet meer het van een andere groep af te pakken. Dat slaat nou, misschien ook lekkerder. Maar dan kunnen we dus gewoon zorgen dat het gewoon voor allebei de groepen. Ik ga nou even ingrijpen, want u doet als fractievoorzitter van toch een grote partij in Amsterdam steeds net alsof er mensen dus hun huis uit worden gejaagd. Dat is niet waar. Eigen partijleider heeft dat zelfs gezegd. Nee. Die zei, ga maar naar overloopgebieden. Dan gaan ze maar naar Almere, dan gaan ze naar Purmerend. Die heeft niet gezegd, we gaan de woning binnen en we zetten ze eruit. Die heeft gezegd, als de mensen verhuizen, dat gebeurt. Als mijn kinderen straks 18 zijn, alsof ze 20 of 25 zijn en ze zoeken een huis in Amsterdam en ze kunnen geen woning vinden, dan moeten zij de stad uit. Ik wil jullie heel even onderbreken, want waar jullie het in ieder geval wel over eens zijn, is het reguleren. Hè? Zeker. Jullie zouden dat allebei verder willen reguleren. Ja. Dat is Amsterdam die dat wil. Amsterdam wil wel vaker iets. Bijvoorbeeld met de snorscooter ooit. Ja. Dat lukt niet altijd zo makkelijk in Den Haag om dat voor elkaar te krijgen. Zo is het precies. En daarom wil ik heel graag dat we nu maatregelen nemen. We gaan het straks over. Want wat zijn de andere oplossingen? Dat is mijn vraag. Ik denk dat de beste oplossing en de makkelijkste oplossing is woningcorporaties middenhuur laten verhuren. Volgens mij willen woningcorporaties dat graag. Ja. Nee, u bent daar tegen. Want wat u zegt, jawel, u bent daar tegen. Jawel, want u heeft consequent bepleit dat in de buurten binnen de ring er geen enkele woning, dat noemen we dan geliberaliseerd. Dus dat betekent eigenlijk voor meer dan 711 euro per uur. Nee, dat is precies hetzelfde. Nee, want als je de corporaties, en meneer De Vries kan het misschien ook nog wel uitleggen. Maar dat gaat meneer De Vries hebben twee delen. He, dus ze hebben een deel in het sociale segment. En ze hebben ook een deel in het, wat heel erg technisch heet, het niet-daapsegment. Dus het geliberaliseerde deel. Ik zou echt prima vinden op het moment dat we misschien ook wel in Den Haag, maar ook in Amsterdam zeggen, de corporaties die gaan ook die middenhuur gaan ze in beheer houden. Maar zou u er dan ook, want dan ga ik een concrete vraag stellen. Er komt morgen een woningvrij in de Baarsjes, waar u weet dat er geen enkele kans is voor een middengroep om een woning te huren. Die sociale woning komt vrij. Zou u er dan voor zijn dat een middengroep die mag huren? Nee, want in de Baarsjes zien we ook dat het al onder de 35%. Maar kijk, wat u dan. Daarmee. Dat het al onder de 35%. Ja, maar meneer Kapel die gaat hier nu ontzettend meer misbaar lopen. Nee, maar wat u dan doet, mevrouw Hoorman, is de kloof op de woningmarkt en de kloof in de buurt in stand houden. Wat u dan doet, is zorgen dat Amsterdam in die buurten een stad van arm en rijk wordt, met niks ertussenin. Terwijl u net zegt, die middengroepen zijn het segment. Maar u zegt wel, die middengroep mag niet binnen de ring wonen. Laatste reactie van mevrouw Hoorman. Er zijn 60.000 particuliere huurwoningen waarvan overigens een heel groot deel in de Baarsjes. En dat weet u ook. En die worden op dit moment allemaal geliberaliseerd. En kan een middengroep en als wij dus met elkaar zorgen dat het dan ook voor in het middensegment blijft, dan is de middengroep, wat overigens bestaat uit 15% van de Amsterdamse bevolking, is ontzettend goed bediend. En weet ik, volgens mij moeten wij maar mag ik dan maar één laatste ding zeggen? Ja, laatste zin. Wij zijn allebei voor middengroepen. Sterk nog, de hele gemeenteraad van links tot rechts is ontzettend voor middeninkomens. Volgens mij moeten wij elkaar niet bestrijden. Volgens mij moeten we hier samenwerken en het ook samen gaan doen. Want dan hebben de middeninkomens er in Amsterdam echt wat aan. En als wij nu samen richting Den Haag, maar ook samen slimme dingen voor de toekomst in Amsterdam regelen, dan denk ik dat we daar hele mooie stappen in kunnen. Marjolein, mag ik zeggen, middenuur moet je doen. Nee, het is nu echt afgelopen. Is er nog iemand die één vraag wil stellen? Ja? Twee vragen, nou heel snel dan. Meneer, wie bent u en wat is uw vraag? Ik ben Bouwe Olij en ik begrijp niet helemaal de reactie van Reinier op het voorstel. Want je zegt eerst, ik ben voor het reguleren tot 1000 euro. Er zijn nu 60.000 particuliere huurwoningen. Elke particuliere huurwoning die nu leeg komt, wordt geliberaliseerd. Eens. Daar is geen regeling voor. Op het moment dat jij morgen kan regelen in onderhandelingen dat het opgetrokken wordt 1000, dan blijven ze dus betaalbaar. En heb jij dus je 60.000 middenhuurwoningen. En dan ga je niet op in, want dan ga je over de sociaal beginnen. Maar waarom ben je daar tegen om dat te doen?
Nou, volgens mij zeg ik dat ik daarvoor ben, maar dat dat helaas door de gemeente niet geregeld kan worden. Dat moet de Rijksoverheid, nou dat is wat ik gezegd heb, dat moet de Rijksoverheid regelen. Wat mij betreft regelen we dat morgen. Maar ik ben wel zo realistisch dat in Den Haag nooit helemaal direct naar de pijpen van Amsterdam gedanst wordt. En dat betekent dat we ook in Amsterdam zinnig beleid moeten maken. En dat zinnige beleid is nu corporaties om via afspraken kan maken die gewoon zijn opgericht om het goed, we gaan even naar de andere vraag hier in de zaal. Wie bent u en wat is uw vraag? Hoi, ik ben Bob-Jan. Ik heb een vraag voor Marjolein. Je geeft aan dat er meer sociale huur moet komen en meer middenhuur. Maar waar moet dat dan vandaan komen? Wij kunnen heel veel bouwen in Amsterdam. Dus dat is, daar is... Er is heel veel plek in Amsterdam. Er zijn ontzettend veel kavels uitgegeven. Dus... Maar waar? Vertel me waar. Vertel me waar. Op dit moment zijn we aan het bouwen in de Sluisbuurt. Op dit moment zijn we aan het bouwen in het Amstelkwartier. We hebben net de Zuidas zijn we ontzettend bijgebouwd. En het is elke keer de Partij van de Arbeid die zegt, daar kan ook een heel groot deel sociaal in. Overigens zegt D66 de hele tijd, dat doen we niet. Want D66 wil heel graag maximaal rendement en zorgen dat we zoveel mogelijk geld verdienen. Ik wil niet bouwen om zoveel mogelijk geld te verdienen. Toch? Ik wil heel graag kat. Voor Amsterdammers bouwen. Goed, nog een korte reactie. Ja. D66, Partij voor de Rijken in Amsterdam. Nee, ja, dat want, is het zo? De afgunst zit diep bij Marjolein, merk ik. Maar in al die nieuwe wijken, Marjolein, dat weet jij ook, bouwen wij gewoon heel erg veel sociaal. Altijd rond de 35%. Morgen Amstelkwartier 40%. Ik hoop op je steun. Ja, u zit de hele tijd uw eigen plannen te pitchen. Maar ik wat meer op het eigen beleid denk. Dames en heren, we moeten nu echt naar de hot topic van het moment, Airbnb. En ik geef graag Walter Ploos van Amstel het woord. De drukte-specialist en lector aan de HVA. Dankjewel. Ga je gang. Mag ik voor jou de klikker? Dat is, De klikker zit... Oh, dan roep ik gewoon. Dat is de grote klikker. Mag ik voor jou het volgende plaatje? Walter Ploos van Amstel, lector, city, logistiek. Allemaal niet zo belangrijk. Volgende plaat is belangrijk. Hier woon ik. Prachtplek. Mijn eerste huis in Amsterdam is in 1985. Hele mooie tijd. Helaas in Diemen, want toen mocht je in Amsterdam niet kopen... Beneden de 180.000 gulden. En dat was voor mij toch zoiets van een hypotheek. Rente was 13%. Ik vond dat veel, dus ik heb toen in Diemen een geweldige flat gekocht. Als ik die nu zou moeten terugkopen, ik heb toen 60.000 gulden betaald, zou ik nu 275.000 euro moeten betalen. Dus ik hoor ook wel tot even die luxe mensen die lekker meegegroeid is. Dus gulden en nu euro's, hè, even. Hier woon ik, Prins Hendrikade. Geweldig mooie plek. Ik deel mijn VVE met 7 andere eigenaren. Heel erg naar mijn zin. We zijn hier in 2002 begonnen. Het werd er nog geheid, gestampt. Alles voor de Noord-Zuidlijn gebeurde voor onze deur. Dat vind ik leuk vanuit mijn beroep. Maar het was een beetje nog niet het gebied waar iedereen wilde wonen. Nu is het super hot. Inmiddels is de sfeer veranderd. In onze VVE zijn nu 4 investeerders binnengekomen. Alles wat te koop kwam in onze VVE, konden geen Amsterdammers meer kopen. Ze werden weggeboden door investeerders. We hebben een geweldige oorlog in onze VVE gehad. Morgen hebben we weer vergadering met de VVE. Ze hebben 0 belangstelling voor onderhoud. Dus dat blijft liggen. Ze hebben 0 belangstelling voor het verbeteren van de buurt. Ze willen maar 1 ding, is vakantieverhuur, vakantieverhuur, vakantieverhuur. Want dat levert goud geld op. Daar worden wij scheidziek van. We hebben iedere keer popt het op, iedere keer met nieuwe constructies, dan weer met onderhuurders, dan weer via studenten. Maar gelukkig met de steun van de gemeente pakken we het iedere keer aan en winnen wij. Ja, we zijn nu nog even 4-4. Dus het is 50-50. We zijn wel bang dat als 1 van die 4 gaat verkopen en nummer 5 komt binnen, dan verhuis ik. Dan is het over. Ik wil even de volgende plaat laten zien. Want inmiddels zit in onze berging, want dankzij Boudewijn Oranje... Er zijn de bestemmingsplannen veranderd in de buurt en mag je de berging commercieel verhuren. En daar zit nu een drop and go. Dat is een bedrijf, sleutelpunt van Airbnb. En iedere zondag staat er een rij van 400-500 mensen. Die sleuteltjes moeten inleveren, koffertjes moeten inleveren. Het huisvuil van al mijn Airbnb-buren, het pand naast ons, wat de stadsgoed is aangepast, zitten 3 illegale hotels. 2 deuren verder zijn 3 appartementen, nu ook illegaal hotel. Het zet zijn vuilnis buiten. Het is een echt heel gezellige sfeer. Heel leuk, dronken Britten. We hebben gehad dat we 4 Engelse meisjes hadden in een van de appartementen bij ons, het conceptcomplex 70 vierkante meter. Die hadden ook nog eens 4 gezonde Nederlandse jongens meegenomen. Dat was best een heel gezellig weekend.
Zeker als je net ziek van gezonde Hollandse jongens houdt. Maar even los van. Wat gebeurt er verder in die stad? We hebben nu 20.000 woningen die verhuurd worden via Airbnb. Heel klein beetje via Wimdu. Echt minimaal, we kennen de cijfers. Heel klein beetje via Booking.com. Want Booking.com weet ook dat ze hun eigen nest niet moeten bevuilen. 20.000. Daar zitten ook hele lieve mensen bij. Ik ben dol op bed en breakfast. Met die simpele regel, je bent er. En bed en breakfast, je maakt dat breakfast. Leuk, meet the locals. Het gros van de aanbiedingen op Airbnb, 80% zijn volledige appartementen. Ik heb een collega, ik schaam me bij me te vertellen, die in een sociale huurwoning zit, is gaan samenwonen met zijn vriendinnetje, laat die sociale huurwoning op zijn naam staan, want het zou als fout kunnen gaan, vangt 3000 euro per maand. Ik vind dat dat snoeihard moet worden aangepast in de sociale sector. Maar niet alleen dat. Als we kijken naar die 20.000 huizen, dan zijn er zo'n 15.000. Hij zegt misschien wel 10.000 woningen keihard ontnomen aan jouw middenhuur en aan jouw sociale huur. Ik vind het langzaamaan onacceptabel. En het speelt niet alleen bij mij in het centrum, maar het speelt in de baarsjes, het speelt in West, het speelt in de pijp. En wat nog zorgwekkender is, het groeit. Niet die cijfers in Prol, die kloppen hem niet. 30%. Maar als het van jaar tot jaar 30% blijft groeien, dat snoept af. Hè? 30.000, besef je even, dat zijn ieder jaar weer 3.000 woningen en jij gaat er 1.500 bouwen. Dat betekent dat je effectief 1500 verliest als wij dit gedrag niet stoppen. 6% van de woningen in Amsterdam wordt nu verkocht aan investeerders. Op de Wallen hebben we het een keer uitgerekend met de oude binnenstad. Zitten we op meer dan de helft van de woningen die te koop komt. Worden gekocht door investeerders die daarna meteen appartementen zijn. Een schandalig pand, Gelderskade 6. Een van de mooiste oude monumenten van Amsterdam. 100 jaar niks aan gedaan. Is in 2 weken tijd vertimmerd tot 5 illegale hotelappartementen. De gemeente zit erop, monumentenzorg zit erop. Maar het gebeurt op dit moment, meer dan de helft. Er wordt gewoon meer geld verdiend aan toeristen dan aan vrouwenhandel en drugs op dit moment. En het is niet goed voor de buurt. Als ik erover nadenk, dan komt registratieplicht aan. Mooie eerste stap, daar stelt ook Amsterdam in progress voor. Maar waar het om gaat is dat steeds grotere delen van de stad gaan ten onder aan tijdelijke mensen met een tijdelijk belang, kortzichtig. En dat is niet goed voor je woonomgeving. In ons appartementencomplex zijn wij het als 4 eigenaren ook af en toe het moe gevochten. De omgeving gaat te gronden, we hebben huisvuil voor de deur, de sociale cohesie gaat weg. De monocultuur komt op. Het is geweldig voor die koffietentjes dat ze allemaal en iedereen ontbijt kunnen geven. Maar ik kan geen gewone croissant meer kopen in de buurt. Dus dat gaat echt ten onder. En met die sociale cohesie, want het gros van de week staat dus ook het pand leeg. En ook de panden naast ons. Is ook de sociale veiligheid. Want met ook al die toeristen hebben we dus de drugsdealers. Ik ben heel erg somber. En ik denk dat we ontzettend hard moeten ingrijpen in wat er nu gebeurt met vakantievuur. En ik vraag u eigenlijk, deel je die mening? Wat vind je dat we moeten aanpakken? Dankjewel. Nou. Ja. Wat een verdrietig verhaal. Binnen mijn VVE hebben we Airbnb verboden. Ik hoop dat iedereen zich daar aan houdt. Maar ja, dat is in Zuid en ik hoor dat daar de problemen niet zijn. Ja, daar heb je weer andere problemen. Dankjewel, Walter Ploos van Amstel, voor het treurige verhaal. De stelling, Airbnb ontwricht de Amsterdamse koopmarkt. Renier van Danzig, jij mag beginnen. Nou, kijk, 30 ik seconden. Denk dat Walter geheel gelijk heeft. De illegale hotels in Amsterdam zijn een plaag en die moeten we echt met hand en tand bestrijden. We hebben de handhaving vervijfvoudigd, we hebben de boetes verhoogd, we hebben op mijn initiatief de hotline de hele week door opengesteld. En in 2014 zei ik al, we moeten zo'n meldplicht, een registratieplicht, en die is er nu na 3 jaar eindelijk. Ik vind dat we het gaaiers, het getijsem, de vastgoedeigenaren die zich niet aan de regels houden, keihard moeten aanpakken. En wat dat betreft weet dat wij op jullie jagen. Dankjewel. Marjolein Moorman. Ja, Walter, dank voor de hele mooie en beeldende introductie op dit fenomeen waar we het eigenlijk in 2014 in de debatten nooit over hebben gehad. Het hele fenomeen Airbnb is in die debatten bij de verkiezingen gewoon niet genoemd. Terwijl inmiddels kan je niet meer voorstellen dat je het er niet over hebt. We hebben het er bijna elke week over in de gemeenteraad. En ja, ik moet hier toch helaas wel echt bevestigend op antwoorden. En dat gaat er niet alleen over de vastgoedboeven. Dat gaat inderdaad ook over de sociale cohesie. Het gaat over de prijsopdrijving. Het gaat over de woningonttrekking. Het gaat over de steeds meer toenemende drukte, de overlast, de hoge handhavingskosten. Dus het
probleem van Airbnb is inmiddels inderdaad enorm aan het toenemen. Nou, jullie zijn het eens. We kunnen allemaal weer naar huis. Ja, ik denk dat we hier best wel snel... Nee hoor, kijk, we zijn het hier wel degelijk over eens. Waar we het niet over eens zijn, hoe los je dit probleem nou goed op? Maar vertel dat eens, Renier. Hoe lossen we dit op? Wat ik denk dat de crux is, is zo'n registratieplicht. Dat stelde D66 al vrij snel na de verkiezingen voor. En gelukkig heeft Marjolein dat omarmd. Daar zijn we samen naar Den Haag gegaan. Het heeft wel, mind you, 3 jaar geduurd voordat Plasterk eindelijk gezegd heeft... het mag, weet u, ga het maar proberen een beetje... Wat ze in Den Haag zeiden, ze zeggen, ja, dit is zo'n Amsterdams probleem. Dit is zo'n, gaan we dan toch niet een administratieve maatregel voor opleggen? Terwijl ik weet zeker dat hierna komt Rotterdam en het gaat ook een keer in Utrecht gebeuren. Het gaat ook een keer in Eindhoven gebeuren. Dus we moeten die registratieplicht invoeren. En tegelijkertijd zullen we ook afspraken met die bedrijven moeten maken. Want die bedrijven hebben ook de dure plicht om het getijzen van hun platform te weren. En te zorgen dat er alleen nog maar... Amsterdammers hun eigen woning verhuren. Want ik blijf er wel bij dat als je je eigen woning verhuurt... dat gewoon je buren je kunnen bellen als je overlast veroorzaakt. Dat prima is, daar moeten we niet tegen strijden. En wat ik er ook bij wil zeggen... Is dan die 60 dagen, dat is een goede grens? Nou kijk, op dit moment is het zo dat 60 dagen niet de overlast geeft. De overlast en ook het grote handhavingsprobleem zit bij 120 dagen, 130 dagen... echt bij de echte illegale hotels. En ik vind... Laten we nou de boeven aanpakken. Volgens mij moeten we ons daarop richten en niet de Amsterdammers het moeilijker maken. Want er is ook nog zoiets dat je als Amsterdammer graag aan een regel wil houden. En dan wil je ook niet dat er elke keer wordt aangebeld. Dus boeven eerst en dan gaan we het wat mij betreft over het aantal dagen hebben. Marjolein, kan je daarop reageren? Ik denk dat je eerste conclusie juist was. We zijn het hier inderdaad in grote mate over eens. Maar het is wel echt een Amsterdams probleem. In Almelo, in Amersfoort en Appingedam hebben ze dit probleem. Niet het probleem is vooral Amsterdams. En dat is dus ook heel logisch dat Den Haag, en dat zeiden wij toen al... je moet het niet aan Den Haag vragen, want het is een hele generieke maatregel. Dat duurt ook ontzettend lang, want je moet eerst motie indienen... dan moet er een reactie op komen, dan moet er een wetvoorstel komen... dan moet goed gestemd worden, moet het Eerste Kamer. En destijds heeft minister Blok al gezegd, je moet het gewoon lokaal regelen. En wij hebben steeds gezegd, doe het nou lokaal, doe het nou lokaal. En steeds werd gezegd, nee, dat kan helemaal niet en dat is allemaal ingewikkeld. We waren ontzettend blij vorige week dat het ineens kon. Was wel met hulp van de ambtenaren uit Den Haag. Helaas kon dat dus blijkbaar niet hier geregeld worden. Dat zegt weer wat maar over ik ben ontzettend blij. En ik moet ook inderdaad dank zeggen aan Reinier. Want Reinier was inderdaad samen met ons de eerste die zeiden dat zou moeten gebeuren. Dus ik ben blij dat het nu is gebeurd. Dus de grens van 60 dagen. Precies, dat is wel een verschil van inzicht. Nee, wij vinden dat het naar 30 dagen moet. Ik vind dat Airbnb eigenlijk moet zijn zoals het ooit is bedoeld. Je bent op vakantie. En op het moment dat je op vakantie bent en je huis staat leeg... is het heel sympathiek dat iemand die de stad wil bezoeken... vanuit een huis in plaats van een hotel de stad meemaakt. Maar op het moment dat je het op 60 dagen zet... is het niet meer omdat je op vakantie bent. De meeste mensen hebben geen 60 dagen vakantie. Dan is ineens je woning een onderneming geworden. Er valt ontzettend veel geld te verdienen met Airbnb. Ik neem het mensen dus ook niet kwalijk. Want als je inderdaad zoveel geld extra kan verdienen per jaar aan je koopwoning... dan wil je dat graag doen. Maar we geven wel het verkeerde signaal. We geven niet meer het signaal van... het is, als je op vakantie bent, prima om dat te doen. Je geeft het signaal, verdien maar zoveel mogelijk geld op je koopwoning. En ik denk dat dat een verkeerd signaal is. En ik denk dat heel veel Amsterdammers daar ontzettend veel last van hebben. Want 70% van de Amsterdammers kan helemaal niet zijn huis Airbnb in. Want die woont gewoon in een sociale huurwoning of in een particuliere huurwoning. En die mag helemaal niet zijn huis Airbnb. Maar die doen het ook wel eens. Naar 30 dagen, Renier van Dantzig. Nou, kijk, is dat een idee? Ik vind dat op zich prima om dat te bespreken. Maar waar ik wel moeite mee heb, is het beeld van Marjolein dat mensen niet meer dan 28 dagen vakantie hebben. Dat is het standaard aantal vakantiedagen, maar mensen zijn niet meer zo homogeen als vroeger. Ik ga het heel even uitpraten. Er zijn namelijk ook nog weekenddagen. Als je die weekenddagen erbij telt, dan kom je al 28 maal, dat is dus 5 keer nog 2 dagen erbij, dan zit je op 40. En er zijn mensen die werken soms in de ene stad, soms in de andere stad en gaan het weekend soms ergens anders heen. Ik vind dat je in Amsterdam met je eigen huis. Als je geen overlast maakt, dat moet kunnen. En volgens mij moet je het probleem altijd aanpakken waar het het meeste pijn doet. En het meeste pijn doet het bij de illegale hotels. En om nu ons hele handhavingsapparaat te richten op al die brave Amsterdammers die 35 of 40 dagen een woning op Airbnb zetten, vind ik de verkeerde weg.
Maar met alle respect, maar je klinkt nu toch echt een beetje als een woordvoerder van de Airbnb. Wij kennen allebei, kennen wij de voorbeelden waarbij mensen helemaal niet op vakantie gaan, maar gewoon een weekend bij hun ouders gaan logeren of bij vrienden gaan logeren of ergens anders gaan logeren, omdat ze hun huis voor heel veel geld kunnen verhuren. En dat gebeurt heel vaak niet aan 4 mensen wat er maximaal in mag, maar gebeurt heel vaak gewoon aan 7 jongens die op een goedkope manier op deze manier de stad willen. Laten we het nou even hebben over de mensen die zich wel aan de regels houden. Dan is er toch niks mis mee dat mensen een beetje geld willen verdienen. Kijk, ik ben het met u eens, dat is misschien een verschil. In de wereld van D66 mag je geld verdienen. Je moet je wel aan de regels houden, je moet geen overlast veroorzaken. Maar we zeggen niet, hè, mensen gaan bij hun ouders op de bank slapen, weet je waarom? Om geld te verdienen. Ja, maar het grappige... ja, mind you, ja, daar kopen ze boodschappen van. Maar het grappige is, in uw redenatie heeft hij het maar over één ding. En dat zijn die vastgoedboeven die het noemen. Ja, maar we hebben dat is net het probleem. De heer Walter Ploos van Amstel heel erg veel meer horen noemen. We hebben hem overlast horen noemen. We hebben hem het gebrek aan sociale cohesie horen noemen. De grote handhavingskosten. De toename van de drukte in de stad. En het feit dat het dus voor de Amsterdam en voor heel veel Amsterdammers ontzettend veel overlast oplevert. Walter zit en dan zeg namens de gemeente in de denktank, die wij volgens mij samen bedacht precies, hebben. Ben ik maar ik heb Walter niet gehoord dat het dagencriterium terug moet. Volgens mij, wat ik Walter heb horen zeggen, maar corrigeer me als het anders is, is pak de vastgoedboeven aan die willens en wetens panden opkopen en VVE verpesten, daar toeristen in huisvesten en dan niet 4, maar soms wel 8. Dat is het probleem. En ik wil alleen maar zeggen, laten we nou niet een schijnoorlog voeren, de strijd tegen de windmolens, door normale Amsterdammers hiervoor te laten bloeden. Maar waarom, mag ik wat vragen? Want ja, er is al enige tijd is er een aanpak op illegale hotels. Dat lijkt steeds een stapje heftiger te worden. Maar ja, als je het verhaal van Walter hoort, dan denk je, nou, het zet nog niet zo heel veel zoden aan de dijk. Gaat het met die meldplicht, gaat dat echt veranderen? Ja, of gaan mensen weer andere manieren vinden om daar onderuit te komen? Mag ik, kijk, die meldplicht, hè, voor de mensen die niet precies weten wat het is, gewoon heel simpel. Je wil je woning verhuren, dan vul je bij de gemeente in. Op dat moment is mijn woning een paar dagen verhuurd voor zoveel gasten. Het is heel simpel, want dan weet je buurman als hij klaagt voor de overlast of het aan door je buurman is verhuurd of dat er volgende keer weer een groepje Engels komt. Ik denk dat dat echt een gouden greep is, maar we moeten ook niet ontkennen dat het veel makkelijker is geworden om een illegaal hotel op te richten. Vroeger was dat er ook, hè. 10 jaar geleden werd er gewoon geflyerd bij het Centraal Station. Het is een probleem van alle dag. Maar het is wel een probleem dat nu veel urgenter is geworden. En dat moeten we echt met hand en tand bestrijden. Vroeger waren er ook snorders. Hier zijn we het volledig over eens. Maar laten we nou niet naïef zijn. En dan moet ik ook gewoon hand in eigen boezem steken. Toen wij het in 2013 voor het eerst over hadden in de gemeenteraad, had ik dit ook niet voorzien. Ik wist niet dat het zo'n vaart zou nemen. Ik wist niet dat het zo heftig zou worden. Laten we nu niet naïef zijn. En laten we wat mooi is en mooi bedacht is. Namelijk, je bent op vakantie. En dan verhuur je tijdelijk, voor een heel kort moment, je woning. Maar laten we er geen winstmodel van maken, want dat hebben we nooit zo bedoeld. En dat is zoals het nu wel is geworden, met alle consequenties van dien. Dank jullie wel. Vragen uit de zaal. Ah, kijk. Egbert de Vries. Ja, er wordt gesproken over de spectaculaire toename van de illegale hotels. Maar wat natuurlijk spectaculair toeneemt, is het aantal toeristen. Nou, ik heb niemand horen voorstellen om bij Schiphol te gaan staan en toeristen het vliegtuig terug in te duwen. Dat wordt ook een beetje lastig, denk ik. Dus hoe dan ook, mensen komen hier, hoe dan ook, ze gaan overnachten, niet onder een brug. Wat mij dan bevreemd is dat we ontzettend gaan zitten, strak gaan zitten op een hotelbeleid. Dat leidt tot meer illegale hotels. Ja, mensen moeten ergens overnachten. Oftewel, die hele hotelstop die er is, die moet misschien wel van de baan. Nou, Marjolein Moorman. Nee, want die is om een hele goede reden. Omdat we zeggen, we moeten dat inderdaad beperken. Want we willen niet dat Amsterdam een soort Venetië wordt. En dan zeggen mensen, ja, het is heel onzin. Maar Venetië was vroeger ook gewoon een woonstad. En is nu Venetië geworden. En je ziet Amsterdam in die zin ook ontzettend snel veranderen. Dus die hotelstop is hartstikke goed. Maar daarmee vind ik dus ook dat er een beperking aan Airbnb gelegd mag worden. Dat is dus, laten we naar 30 dagen gaan. Dat is in ieder geval de helft. Ja, in ieder geval dan zie je. Nou ja, minder hotels betekent meer illegale hotels. Het zijn gewoon twee communicerende vaten. Maar wat wij graag willen is zeg, laten we die hotels dan nu
ergens richten waar je een nieuw centrum kan bouwen. Bijvoorbeeld aan de Slotenplas of in Zuidoost. En dan moet je natuurlijk daar ook wel wat organiseren. Hier, niemand gaat toch bij de Slotenplas zitten? Dat ga ik je vertellen. Nou, hier zegt de zaal, dat is een prachtig gebied. Maar dan moet je daar ook wel zorgen dat het leuk is om daar te zijn. Dat betekent niet alleen een hotel neerzetten, maar ook... Maar ze gaan nog steeds allemaal met de tram naar de Red Light District. Iedereen gaat altijd de eerste keer naar het Anne Frankhuis. Maar ik weet zeker dat als we een dependance van het Rijksmuseum aan de Slotenplas zetten, dat mensen ook daar blijven. En volgens mij is dat hartstikke goed voor Nieuw-West. Spreiding dus is prima, maar geen oplossing voor drukte. Er was nog een vraag. Jij had nog een vraag. Hoe heet je en wat is je vraag? Ik ben Max en ik had een vraag over, nou eigenlijk waar jullie het zojuist over hadden. Ik hoor het probleem, ik hoor dat ook van dus een ervaringsdeskundige, hoe vervelend ook. Ik hoor eigenlijk beide partijen zeggen dat het echt een probleem is, daar zijn ze het over eens. Ik hoor ook potentiële sancties, daar zijn ze het over eens. Maar ik hoor ook dat jullie het eens zijn over de moeilijkheidsgraad van handhaving. Maar ik heb jullie nog eigenlijk niet gehoord over hoe je dit dan... hoe je potentiële sancties zal gaan handhaven. Ja. En handhaven is duur. En dat moet de gemeente dus op poten gaan zetten. En ik vroeg me eigenlijk af of jullie beide partijen daarover hebben nagedacht. Hoe kan de handhaving beter en strakker? Ik wil daar heel graag op reageren, want dat is inderdaad een doorn in het oog. Elk jaar weer zetten we er nou minstens een miljoen bij. En dat is dus niet iets wat voor Amsterdammers fijn is, want dat doe je allemaal achteraf. Hè. De overlast is er al, de ellende is er al, maar dat gaat wel uit de zakken van Amsterdammers die daarvoor betalen. Daar is die meldingsplicht dus wel heel goed voor, want je kan informatie gestuurd handhaven. Op het moment dus dat je ergens een melding krijgt van, hé, daar is overlast, en je ziet in je registratie, het is niet gemeld, dan weet je dus meteen, dat is een overtreding. En ik vind ook dat de boete die eraan gekoppeld wordt, en daar heb ik ook, vind ik echt heel goed, die is hoog. Die kan gewoon oplopen tot 20.000 euro. En dat betekent dat dat je ook echt pijn gaat doen. En ik denk dat dat inderdaad de manier is om het zo goed mogelijk te doen. Denk je dan dat die boetes compenseren voor het feit dat wij dus als Amsterdammer betalen aan het potje waarmee we handhaving betalen? Ik ben bang van niet. Ik denk dat het uiteindelijk altijd meer kost dan dat het oplevert. Ja. Iemand anders nog een vraag? Ik wil er ook aanvullen, want natuurlijk moet je handhaven. Dat kost enorm veel geld. Het is vaak ook nog achter de voordeur. Dat is bijzonder fnuikend. Maar je kan dus wel afspraken maken met die bedrijven. En daarom ben ik blij. Ik weet hoe Marjolein daarin staat, dat er afspraken zijn gemaakt met Airbnb. Maar mensen die zich niet aan de regels houden, gewoon keihard van het platform worden gedonderd. Dat heb je in ieder geval bij de grootste aanbieder in ieder geval al. Dat het gaai is daar niet op kan. Ik denk dat dat een hele goede oplossing is. Maar René, je bent het wel met me eens dat het feit dat we nu die meldingsplicht hebben, dat is eigenlijk veel beter is dan die hele deal met Airbnb die toch niet zo heel veel voorstelde. Nou nee, ik denk dat je en moet doen. Ik ben niet zo voor of die meldplicht moeten we hebben voor alle illegale hotels, maar die afspraken met Airbnb zorgen... Ja. Die afspraken met Airbnb zorgen er wel voor dat op de grootste aanbieder er geen illegale hotels meer staan. Het moet toch met mij eens zijn dat dat minimaal winst is. Ik heb nog een laatste vraag voor jullie allebei. Je hebt ook een heleboel van die tussenpersonen, hè, van die bedrijfjes die de sleutel regelen en de schoonmaken en alles. Die zijn laatst ook aangepakt. Wat vind jij van die bedrijfjes, Renier? En zitten die op de rand van wat kan of niet? Nou, die bedrijfjes moeten zich allereerst gewoon aan de regels houden. En als ze dat niet doen, dan zijn ze dus geen partners van de stad. Maar dan gaan we ze ook gewoon die boetes opleggen. Dat doen we nu ook. Aan de andere kant zijn er ook mensen die bij hun ouders gaan slapen, hun woning en weekend verhuren en zo'n bedrijfje inhuren. En dan zeggen ze, nou, dan hebben we een schoon huis. Ik vind dat winst is ook werkgelegenheid. Dus wat mij betreft moet je er ook een klein beetje de positieve kant van zien. Marjolein Moorman. Nou, we hadden op een gegeven moment zeiden we gaan naar die 30. En toen hadden we een hele stoet van die bedrijfjes die er gingen inspreken. En die zeiden nee, dat kan absoluut niet. Want er moeten allerlei investeringen in dat huis gedaan worden om te zorgen dat ze geschikt zijn voor vakantieverhuur. Nou, dat was precies het probleem. Het is daarmee gewoon een business geworden in plaats van het sympathieke idee, ik ben op vakantie en een toerist mag even in mijn huis. Dus ik denk dat dit al laat zien wat een enorme industrie eigenlijk de vakantieverhuur is geworden. En banen. Goed. Nou, daarmee sluiten we deze avond af. Dankjewel, Renier van Dansing van D66. En Marjolein Moorman van het Tesla. En de deskundige natuurlijk. Hier.
Ja, dat is een lekker huis. 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 Ja, dat is een lekker huis.